Als het om frivol vormgegeven auto's gaat, moet je doorgaans niet bij Toyota zijn. Maar daar breekt deze nieuwe CHR direct mee. De auto maakt gebruik van hetzelfde nieuwe onderstel als de Prius, maar daarop hebben de ontwikkelaars van Toyota een vijfdeurs carrosserie geboetseerd die van alle kanten bezien behoorlijk spannend en onverwacht overkomt. Strakke lijnen, sportieve lijnen, dat staat aan de basis van deze CHR. En Toyota nam die taak bij de ontwikkeling van deze auto heel serieus op. En feitelijk hebben ze in deze ene auto de wensen uiteenlopende mensen van heel veel klanten verenigd. Waar veel merken zeggen van, nou, als je dat bij elkaar zet, dan kan er nooit een serieuze auto uitkomen. Maar dat is Toyota dus wel gelukt. Want hoe moeten we die CHR nu eigenlijk zien? Is het een SUV? Is het een hatchback? Is het een coupé? Nou, eigenlijk van alles wat. En de mix is zo gekozen dat dat niet in tegenspraak met elkaar is. Bovendien hebben de ontwikkelaars zich een hoge eisen gesteld voor wat betreft de afstemming van het onderstel. En wat dat betreft kan gewoon gezegd worden dat die Toyota, ondanks zijn hoge stand op de wielen, rijdt als een normale lage hatchback. Dus heel veel elementen die zijn samengebracht in deze Toyota zijn gewoon helemaal in balans. En dat maakt die auto extra aantrekkelijk. Technisch, en dan heb ik het over de aandrijflijn, zijn er twee mogelijkheden. Toyota biedt een 1,2 liter turbo benzine, die we een tijdje terug in de Auris voor het eerst mochten rijden. Een viercilinder met een voldoende vermogen en een behoorlijk hoog koppel. En daarnaast deze hybride aandrijflijn. En die kennen we natuurlijk uit meerdere andere Toyota producten. Samen leveren elektromotor en benzinemotor 122 pk. Als ze samen werken, hebben ze ook een behoorlijk koppel met bijbehorende prestaties. Maar aan de andere kant staat er tegenover dat de hele aandrijflijn 100 kg zwaarder is vanwege de hybride toevoeging. In het brandstofverbruik merken we dat gelukkig niet. In de praktijk kan met deze auto gemiddeld rustig bijna 1 op 17 worden gereden. En dat is voor een auto van dit formaat natuurlijk meer dan uitstekend. Wil je meer weten van het interieur van deze CHR? Kijk dan op onze andere 360 graden video.